Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Super leuk dat je kijkt. Het is vandaag echt een superleuke dag. Nu al, het is denk ik 8:55. Er zijn heel veel bestellingen geweest dit weekend waar ik echt super blij van word. Daarnaast is de dankbaarheidschallenge voor mijn VIP-groep net live gegaan. En er zijn allemaal mensen aan het reageren, wat ik echt zo leuk vind. Dus mensen doen mee en daar word ik gewoon heel erg blij van. Mijn vlog is live. En er is ook nog een interview met mij gepubliceerd op online-shoppen.nl. Dus hoe cool is dit? Mijn dag kan eigenlijk al niet meer stuk. Dus hoe wordt dit nog beter dan dit? Zo, even een update, want het is 11 uur en Nicole is net weggegaan omdat haar dochtertje ziek is. En dit is de status. Heel veel bestellingen om in te pakken. Super relaxed. En er komen ook weer bestellingen binnen, dus ja. Ik ben echt super blij, maar mijn dagprogramma is eventjes nu veranderd. Omdat ik, ik was bezig met meer de computerdingetjes en bestellingen en andere dingen. Dus ik ga nu lekker inpakken. Yay! Ik heb net superleuk bezoek gehad van een merk. Loyce Touron 1917. Dit is toevallig een penloop, maar daar heb ik ook dus de notitieboeken van. En ik heb een nieuwe collectie gezien. En ik heb meteen nieuwe producten besteld. Maar het was echt super gezellig. En dat is ook gewoon zo leuk. Het enige is, we hebben ruim 2 uur gemiet. En ik moet nu echt heel erg gaan rennen om alle bestellingen te gaan verwerken. Dus gelukkig had ik al een behoorlijke stapel. Maar ik heb nog hier wat liggen. En ik moet nog wat uitprinten van de nieuwe bestellingen die zijn gekomen. Dus ik ga heel hard aan de slag. Het is echt te gênant. Maar ik heb zo hard gewerkt vandaag dat ik dus niet geluncht heb. Wat onwijs onhandig is en waar ik echt niet trots op ben. Maar ik moest alles op tijd afkrijgen. En ik heb net een car bij het postkantoor ingeleverd met allemaal pakketjes. Alles was precies op tijd, dus alles is met de post mee. Daar ben ik echt super blij om. Awkward trouwens in het openbaar vloggen, maar goed. En ik heb nu heel even snel een appelflapje aan het eten, dat ik in ieder geval iets heb op in mijn maag. En ik ga nu Jade ophalen. Dus dit was een drukke en enerverende dag. En mijn challenge is natuurlijk ook live gegaan, dus ik moet ook echt zo meteen... wil ik ook gewoon daar aanwezig zijn om iedereen te reageren. Want ja, daar heb ik veel te weinig tijd voor gehad vandaag. Dus ik ga racen en dan snel op Facebook. Het is dinsdagochtend en ik ben gezellig met Jade. En ik moet wat dingetjes op kantoor doen. En Jade vermaakt zich ook prima. Want die heeft een van alles verzameld. Een notitieboek, wat stiften en die is uit de doos aan het halen. Leuk, hè? Op kantoor bij mama. Ja. En ik heb dus net allemaal dozen binnengekregen voor Black Friday. En ik ga jullie heel even een kleine sneak preview laten zien, want het is echt zo mooi. Heel kort. Deze notitieboeken. Deze. Deze. Zo, dat was even een korte sneak preview. 24 november om 12 uur 's nachts. Dus dat is vrijdagochtend, heel vroeg. Kun je ze op de site kopen met korting. Ik ben nog eventjes aan het werk. Ik ben nieuwe producten op de website aan het zetten. En Sander is lekker aan het koken. Je ziet hem nu niet. Maar hij is wel goed bezig. We hebben net een groot pakket binnengekregen, want dit is de autostoel voor Jade. Deze is voor mijn auto en ik ben heel benieuwd of die gaat bevallen. Flinke unit. Ja, waar moet je beginnen, hè, om dit te installeren? Goedemorgen, het is woensdag 8 november. En vandaag is voor mij wel een bijzondere dag, want precies een jaar geleden werd ik in het ziekenhuis opgenomen. Ik was 40 weken en 1 dag zwanger. En ze kwamen erachter dat ik het HELP-syndroom had. En ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. En het is een zwangerschapsvergiftiging. En ik voelde me de hele nacht al slecht. Ik had buikpijn. Dus ik dacht, het gaat beginnen allemaal. En later bedacht ik me dat die pijn niet onder in mijn buik zat, maar boven in mijn buik. Nu bleek dus dat mijn lever vergroot was en ik eigenlijk alleen maar zieker zou worden zolang Jade in mij bleef. Dus ik moest gaan bevallen en dat was een
heftige shock die ik moest verwerken. Want ik wilde heel graag natuurlijk bevallen. Ik wilde niks opwerken. Ik wilde een badbevalling. Nou ja, eigenlijk is van niks van dat alles is uitgekomen. Maar de grootste les die ik wel geleerd heb is om los te laten. Want ja, je kan niet anders. En zeker als je eigen gezondheid achteruit gaat. En eigenlijk de enige manier is om beter te worden is om te bevallen. Ja, dan doe je dat natuurlijk wel. Dus ik werd vorig jaar opgenomen in het ziekenhuis. En werd een ballonnetje geplaatst. En dat wekte de bevalling op. Ja, er is wel pas morgen dus, een jaar geleden, op 9 november geboren. Uiteindelijk met een keizersnede. Dus na een hele dag weeën te hebben en 2 uur te persen, mocht ik toch nog naar de OK voor een keizersnee. Dus dat is best wel heftig. Dus dat zijn wel dingen waar ik nu al een beetje bij stilsta en over nadenk van, jeetje, het is toch wel, ja, heel erg tekenend iets in mijn leven nu. Kijk, ik heb er echt het allermooiste cadeautje voor teruggekregen. En dat is natuurlijk Jade. Maar ja, het was wel heftig en intens. En de grootste les om los te laten die ik echt heb gehad als control freak. Dat is natuurlijk echt heel erg waardevol. Maar ja, het was ook wel heftig, spannend. Zelf had ik nog nooit van het HELP-syndroom gehoord. Dus ik wist ook niet zo goed waar ik op moest letten en wat de tekenen waren. Maar gelukkig heb ik na een paar uur pijn toch de verloskundige gebeld. En die zei ook meteen van, dat ik naar het ziekenhuis moest. Dus ik ben ook wel blij dat ik hulp gevraagd heb. Dus ja, dat wilde ik toch eigenlijk eventjes delen. En nu, ja, morgen is Jade gewoon 1 jaar. Het is echt bijzonder. En het zielige is nu, heeft Jade gewoon verhoging. Hier, kom maar, hier. Ja, Jade heeft verhoging. Dus ik hoop dat het morgen over is als ze jarig is. En vrijdag als ze gaat trakteren. En zaterdag als ze de verjaardag gaat vieren voor de familie. Vorig jaar was jij nog in mijn buik. Vorig jaar zat je nog in mijn buik. Nou, dit is ook de laatste dag dat het hoekje zo eruit ziet. Want morgen staat hier het cadeautje voor Jade. En dat is een tipi van ons. En dan gaan we al die andere speelgoed dingetjes hier weghalen. Dus even bedenken waar we dat gaan laten. Ben je lekker aan het kletsen? En vandaag had ik eigenlijk allemaal plannen om met Jade het autostoeltje te gaan uittesten. Want die heeft Sander gisteravond in mijn auto gezet, waar ik echt heel erg blij mee ben. En ik ben heel nieuwsgierig wat ze er nou eigenlijk van vindt om in een stoeltje te zitten in de plaats van een maxi cozy. Die is er echt heel zat. Ze ging echt tegenstribbelen om als ze in de maxi cozy moest. En ik wilde ook eventjes kijken voor een nieuwe laptop en kleding. Dus ja. Ik ga even kijken hoe Jade zich ontwikkelt qua verhoging en om dan toch maar even eruit te gaan. Ik weet namelijk niet of een kindje met koorts of verhoging naar buiten mag, maar volgens mij is dat niet zo strikt. Volgens mij als ze zich goed voelt moet het gewoon kunnen, dacht ik. Misschien ben ik nu een hele slechte moeder en zegt iedereen nee, niet doen, maar goed, ik kijk het nog eventjes aan. Zo, wij gaan toch heel even op pad, want we moeten eventjes toch in de stad eventjes iets doen. En ja, dat gaat voor het eerst in haar autostoeltje. Yay! Nou, nu even goed instellen. Zit je goed? Nou, mooi hoor. Lekker rechtop. Hey Jade, ik vind het leuk, want ik kan jou zien zo. En jij kan mama ook zien nu, hè? Veel leuker zo dan in die maxi cozy. Die is echt voor baby's. En vanaf morgen ben jij geen baby meer, hè? Ha, gewoon een dreumes. Ja. Even voor een stoeltje kijken, hè? Ja, dan ik zijn ook eventjes shoppen. We waren eerst kijken voor een fietsstoeltje. En ik heb even bij de Hennis & Maurits wat kleding gehaald voor Jade. Wat ik 2 keer online probeerde te bestellen, maar wat dus niet lukte. En nu bij de Monkey even voor mezelf. En ik heb een aantal dingen. Deze skinny, die heb ik nu ook aan. Daar ben ik echt heel blij mee. En die heb ik ook in donkerblauw. Dat is een nieuwe kleur. En ik heb een paar nou ja, gekke truien. Dus even proberen. En Jade is lekker een rijstwafeltje aan het eten. Lekker, hè? Ja, ja, ja. Lekker, hoor. Oké dan. Ik heb onwijs veel gekocht net, dus ik ga eventjes alles uitpakken. Bij de Sustrain de Grain heb ik deze 2 papieren dozen gekocht om in onze kast te zetten. En ik heb
bordjes gekocht voor de taart voor zaterdag. Ballonnen, wat papieren bekertjes. Servetjes met die poes erop vond ik wel heel schattig. En natuurlijk kaarsjes voor de eerste kaarsje. Voor mezelf kocht ik deze groene trui. Ja, je kan nu niet goed zien dat het groen is. En deze skinny jeans in een beetje een grijze kleur. En die is echt zo fijn. En dan nu alles wat ik voor Jade heb gekocht. Ik heb dit jurkje gekocht met een legging. En ik vond die mouwtjes echt zo schattig. En er zat een legging bij voor €14,99. En deze trui, ik ben er heel erg verliefd op. Ik wilde eigenlijk in het groen, maar die hadden ze niet. Die had ik op de site gezien. Maar in het roze is die ook leuk, €14,99. En alles net even een maatje groter, dus maat 80. Dus dat ze er een beetje in kan groeien. Dan heb ik ook dit jurkje gekocht. Een beetje een blouseje, tuniekje-achtig iets voor €13. Ook maat 80. En deze onwijs schattige zwarte skinny met kontzakjes. En die was ook €9,99. Dan heb ik deze trui gekocht. Is ook heel cute met sterretjes en hier een strikje. En deze heeft ze eigenlijk al met witte stipjes. En last but not least. Want we gaan misschien dit jaar voor het eerst op wintersport. Dus dan heeft ze wel warme wandjes nodig. En ik dacht... Nu zie ik ze in haar maat gewoon meenemen en hoef ik er niet naar op zoek. Ik ben de versieringen eventjes aan het uitzoeken. Dit is allemaal nog over van de baby shower en de kraamborrel. En ik heb hier dus nog twee bakken vol met slingers en bekertjes en van alles. Nou, het hele huis is versierd. En daar achteraan natuurlijk de tipi. Zo mooi. Ja, ik ben heel benieuwd of ze überhaupt er wat van merkt. Dat ze ziet dat dat iets is wat nieuw is. Maar goed, wel gezellig toch zo. Doe maar, hoera! Doe maar, hoera! Hoera! Mooi hè? Hoera! 1 jaar! Ja. Het is dus donderdag en Jade is jarig en dat zagen jullie natuurlijk net. En ik heb mijn nieuwe outfit aan. Dit is mijn nieuwe broek die ik gisteren heb gekocht en mijn nieuwe trui van de Monkey. Jee, daar ben ik heel blij mee. Het was super schattig met net de typie van Jade, want eerst deed ze nog een beetje onwennig. Maar volgens mij is ze heel erg blij mee, want toen opa en oma even langskwamen, ging ze snel naar de typie toe. Soort van om te laten zien. Dus dat was heel erg leuk. En inmiddels ben ik alweer heel wat uurtjes aan het werk samen met Nicole. We zijn heel druk bezig met de Black Friday voorbereiden en de bestellingen natuurlijk. En nou, gaat lekker. Er komen heel veel nieuwe spullen binnen. Dus nu is er net weer paperblanks geleverd. Dus dat ga ik nu opruimen. Dus de pakketjes blijven komen hier. Heerlijk. Het lijkt wel pakjesdag. Het is vrijdag en wij zitten met z'n drietjes in de auto. We zijn onderweg naar de crash. Want ja, dat mag vandaag trakteren. En het is voor het eerst haar feestje op school. Dus op een schooltje. Op crash. Dus ik ben heel benieuwd. En wij mogen dus mee. Ja, mooi. Het was echt super leuk op de crash om Jade haar verjaardag daar te vieren en om uit te delen. En nu ben ik op kantoor, maar we hebben een groot probleem. Want sinds gisteren hebben we lekkage. En ja, je kan het niet zien, maar oh ja, je kan het wel zien. Er komt water in het kantoor. En waarschijnlijk omdat de leiding oud is. En mijn vader is zo lief om hier nu heen te komen om dit te gaan vervangen. Want de feestdagen komen eraan, drukte en ja... Dit wordt natuurlijk van kwaad tot erger. En als er een scheurtje in de leiding zit, ja, dan is het een kwestie van tijd voordat hij gaat springen. En dan hebben we echt een groot probleem. En zeker omdat ik hier heel veel boekjes en heel veel papier heb. Maar ik ben er aardig rustig onder. Ik ga ervan uit dat mijn vader het helemaal gaat fixen vandaag. Dus die kan ieder moment komen. En dan is dat in ieder geval wat ik vandaag ga doen. Hem helpen hierbij. Dus dat wordt weinig werken. Maar goed, ja, soms komen er andere prioriteiten tussendoor. Het is niet anders. Super lief. Mijn vader heeft ons geholpen met die leiding. En dit is de status. Er hangt nu nog wel een emmer.
Maar het is opgelost. Er was een oude leiding die niet meer goed was. Dus die hebben beëindigd. En dit is alleen nog het vocht wat in het plafond zit. En dat moet er even rustig uit. Maar dat heeft even tijd nodig. Maar dus daarom een emmertje komt helemaal goed. Ondertussen ben ik weer bestellingen aan het inpakken. En ik ga denk ik nog eventjes een podcast luisteren. En ik moet nog even wat monteren. Want dit weekend is natuurlijk de verjaardag van Jade hartstikke druk. Dus ik denk niet dat ik daar heel veel tijd voor heb om dat te gaan doen. Nou, de post is bij het postkantoor gebracht. En ik heb dus mijn kar, mijn bak gevuld met boodschappen voor morgen. We hadden al heel veel boodschappen gedaan voor de verjaardag van Jade, maar toch nog eventjes wat extra dingetjes. En dan morgen nog een paar laatste dingetjes halen bij de kaasboer. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Sandra is nu Jade ophalen met de auto en ik dus even op de fiets. En dat doe ik niet heel vaak en daarom ben ik behoorlijk buiten adem. Maar goed, lekker het huis gereed maken voor morgen en dan lekker chillen. Hey birthday girl, gaat ie? Zo, goedemorgen, het is zaterdag en vandaag vieren we de verjaardag van Jade, de eerste verjaardag. We zijn het huis een beetje op orde aan het maken. Jade was even aan het spelen met haar nieuwe Little People boerderij. Heel leuk. En iets anders. We hebben weer een lekkage. En nu echt een andere lekkage. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar dus die ene lekkage is gisteren opgelost. En dat is nog een beetje aan het uitlekken. Maar nu zitten we dus alweer met de volgende lekkage in het keukenkastje. Want de kleus-inboiler heeft het begeven. Maar goed, ik denk dat die zo oud is dat die aan vernieuwing toe is. Niet iemand. Jade, niet iemand. Dankjewel. Goed zo. En Jade heeft daar kaartjes ontdekt. Want die heb ik daarboven zo opgehangen. De verjaardagskaartjes. Super lief. Dat we die allemaal gekregen hebben, Jade. Het is zondagochtend en ik ben lekker al in de woonkamer. Ik ben even aan het schrijven in mijn dagboek. Want ik merk toch bij zo'n drukke week dat het er een beetje bij inschiet. En dat vind ik heel vervelend, want er zijn echt zoveel dingen gebeurd afgelopen week. En die wil ik toch echt even vastleggen. En achter me zie je hoe ontzettend verwend Jade is met haar mooie keuken en de tipi. En heel veel andere cadeautjes. En we moeten nog een beetje de troep opruimen daar en in de keuken. Maar dat gaan we lekker vandaag doen. Dus ja, ik begin de dag lekker met een koffietje en schrijven. Even nagenieten van gisteren, want het was echt zo ontzettend leuk. Wat hebben we genoten? Het was echt, heel veel familie was er. En ook mensen waarvan we niet verwachten dat ze kwamen. Dus mijn opa was er zelfs. En mijn andere opa en oma. En het was echt, het was gewoon heel erg leuk. En Jade heeft ook echt genoten. En ze heeft dus haar eigen taart gehad. En we hadden... Ze heeft nog nooit iets van zoetigheid gekregen. Maar we hadden wel een smashcake voor de laten maken. In dezelfde stijl als de taart voor iedereen. En het was heel leuk, want ze snapte eerst totaal niet wat ze ermee moest doen. Ze was echt een beetje aan het ontdekken. En uiteindelijk ging ze dus echt proeven en mensen hapjes geven. Het was echt zo schattig. En we hadden voor haar dan een verantwoorde taart laten maken. Dus met minder suiker of... Ja, ik weet eigenlijk niet precies, maar een healthy taart. En die had ze ook heel mooi met regenboogkleuren van binnen gedaan. Dus het was echt, echt heel erg leuk. En dus ik ben nog een beetje aan het nagenieten. Ik
weet niet zo goed, vandaag eindigt de dankbaarheidschallenge in mijn VIP-community. Dus daar ga ik nog eventjes dingetjes voor doen. En ik moet nog mijn vlog monteren van vorige week. Dus dat ga ik ook vandaag doen. Ja, zo'n drukke week kom je dus niet echt aan alles toe. Maar dat geeft niet. Ik heb vandaag lekker de tijd voor. Dus op het gemak. Kom jij in de tent? Hoi! Volgens mij had ik al verteld over de lekkage die we zaterdagochtend hadden. En mijn vader is zo lief geweest om een nieuwe Chloe's inboiler gisteren te plaatsen. Terwijl de familie hier was op bezoek voor Jade. Super fijn, dus dat is opgelost. Dus volgens mij alle lekkages zijn over. En ik ben nog wel aan het nadenken wat het betekent als je twee lekkages achter elkaar hebt. Betekent dat gewoon dat je wat ouder huis hebt of misschien zit er nog meer achter? Interessant. Vandaag heb ik de vlog geëdit die morgen online komt. En ik heb de dankbaarheidschallenge in mijn VIP-groep afgerond. En het was echt heel erg leuk om te doen en hele leuke reacties. Dus daar word ik heel erg blij van. En daarnaast hebben we het huis opgeruimd. En het is nog steeds niet opgeruimd, want de slingers nog hangen. En verder gaan we gewoon nog eventjes ontspannen na zo'n druk weekend. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze vlog. En ik hoop je volgende week weer te zien. Doeg!